In Den Haag, vrijwel in het hartje van de stad, was jarenlang, omgeven door dichte bebouwing, een lege plek. Wachtend op zijn bestemming, die steeds maar uitbleef, was het deels hondenplantsoen, deels speelterrein voor kinderen uit de buurt. Toch zijn er maar weinig Hagenaars die zich het kolossale gebouw niet zullen herinneren dat ooit op deze plaats heeft gestaan. Omringd door zware smeedijzeren hekken was het, tijdens zijn bestaan zelfs al, een niet weg te denken monument in het stadsgezicht. In het gesticht Groenestein, zoals het in de Haagse volksmond werd genoemd, werden kinderen die door allerlei omstandigheden geen behoorlijk tehuis hadden, opgevoed. De benaming Groenestein was afkomstig van de buitenplaats Groenestein, een gebied van ruim 3 hectare groot, dat in de 18e en begin 19e eeuw juist even buiten het toenmalige Den Haag lag. Een advertentie in een krant uit 1739 vermeldt al bijzonderheden omtrent de buitenplaats Groenestein. De tekst luidt: te huur, tegen februari of mei te aanvaarden, een fraai en aangenaam buitenhuis met zijn tuinen, koetshuis en stallingen, zijnde de eerste woning even buiten Den Haag op de Loosduinse weg. De geschiedenis van het gesticht Groenestein ontstaat bij de Haagse notaris Schiefbaan, gehuwd met het meisje Hovius. Hij overleed in 1876, maar zijn weduwe schonk uit zijn naam het voor die tijd gigantische bedrag van ruim 108.000 gulden aan de regenten van het Rooms-Katholieke Armenbestuur. Hiermee konden zij de buitenplaats Groenestein kopen, ten einde de opstallen te benutten als onderdak voor onverzorgde en behoeftige kinderen. Al vrij spoedig bleek, ondanks enkele verbouwingen en uitbreidingen, het gesticht te klein. En in 1893 krijgt de architect Molenaar de opdracht het gebouw te completeren met een nieuwe kapel en vleugel. Op de bouwtekeningen ontstaat het beeld zoals vele Hagenaars het gekend moeten hebben. In een dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 26 juli 1893 verschijnt een artikel waarvan een passage luidt: nog weinige weken en het Rooms-Katholieke gesticht Groenestein aan den Loosduinsenweg al hier zal geheel voltooid zijn. Sinds 1885 stond er slechts de linkervleugel van, doch nu zijn ook de rechtervleugel en de kapel bijgebouwd. Dankzij deze vergroting kan het gesticht 600 verpleegde herbergen, thans zijn er 180. Het gesticht daar was erg somber. Je had bijvoorbeeld van die lange grijze gangen en met kapstokken allemaal en die grote bruine deuren. En er was geen kleur in. Dat was een naargeestig gebouw was het. Erg somber was het. Dus het was daar erg streng. Weinig spelen, veel bidden. Ja, het was net zoiets als een verhaal uit Dickens. Dat was zo, dat herinner ik me nog heel goed. Toen zeiden ze, wij waren zogenaamd van slechte ouders. Dus daar werden wij ook onder gerekend en daarvoor moesten wij heel streng behandeld worden. En dat ging op diverse manieren. Je had bijvoorbeeld iets gedaan en zo. Nou, dat werd op een vreselijke manier werd dat afgestraft. En ze gingen ook dikwijls met eten pesten. Om die kinderen helemaal klein... men kreeg al niet veel. Dus van dat kleine beetje wat je kreeg, werd je dikwijls nog overgeslagen om je helemaal weerloos te maken. En het was zelfs zo ver dat je nog niet eens een eigen mening mocht hebben. Want dat werd allemaal teniet gedaan, want hun wil was wet en daar had je je aan te houden. Ik bedoel me, als je wat gedaan en zei, ja maar... Ik heb het dom niet gedaan, wat gaan we nou krijgen? Nou, er was gelijk kleunen geblazen. En niet zo zachtjes hoor. Want dat was gelijk op je bek slaan en al dergelijke dingen meer. Nou, je was ineens afgebuft. Je had afdelingen, plaatsen, mocht je niet praten. Dus wat doet een kind? Je praat wel eens. Of stiekem. Toevallig had de broeder het gezien. Nou, en toen waren wij op de slaapzaal. Ik zei, kom maar mee.
Ik heb je zien praten. Toen moest ik voor straf met een stuk zeep in mijn mond staan. Ja, en niet een half uur. Nou ja, het was gewoon krankjoren. Tenminste, in die tijd wist je niet beter. Want ik bedoel, wat hun zei, dat had je maar te doen. Ik was 2 jaar, toen kwam ik op Groenestein. Mijn vader heeft me gebracht toen. En het eerste wat ze deden, was mijn hoofd kaal scheren. Waarvoor ze dat deden, weet ik niet. Maar dat zal wel de gewoonte geweest zijn. En weet je wat ze ook deden, met hele strenge straf? Had je een mooie kop met haar? Kaalkop. En dat weet ik nog in de eerste al bij die Wendy, die kon helemaal niet knippen, helemaal gek, joh. En dan zat hij met die tong, het was gewoon dat je haar eruit getrokken werd. En dan kreeg je een draai in je oren, doe niet zeer, die hebben doen. En dan zat, nou, op plaats zat je maar. Je dorst niks meer te zeggen, je was gewoon totaal afgebluft. En die Wendy kon helemaal niet knippen. En dan had je nog een ander naam, ja, het waren voor mij geen echte nonnen. Ze vielen tegen. Ik had het niet zo geleerd. Ze deden dingen, ze waren voor mij verkeerd. Ik hield daarover mijn mond. Ik had geleerd dat hij bestond. Ik bedoel, onze lieve Heer. Die hingen ze overal neer. Hij zag immers alles. Het kerkboek kon ik uit mijn hoofd. Van de kruisweg tot aan de kerst. Ik vond het welletjes de rest. Als kind had je ook een taak. En uit de boze was je inspraak. Ze maakten verschil en trokken anderen voor. Ik voelde me zo ongelukkig. En ik ging er vandoor. De politie was snel gebeld. U snapt het al, mijn uren waren geteld. Terug naar de nonnen. Daar waren we toch begonnen. Zaterdagavond moesten wij altijd onze broeken laten zien, onze onderbroeken. En als die vuil waren, kregen we slaag. En als die niet, dan gingen we hem ruilen met een ander. Terwijl je maar eentje in de week een schone broek kreeg en nooit geen toiletpapier. Dus dan ruilden we het met elkaar. En dan, dat we dan geen slaag zouden krijgen. Ja, mijn zusje was ziek. En ze konden ontlasting niet ophouden. Want de broekjes waren altijd vuil. En doordat wij onze broeken moesten laten zien. En ik ruilde altijd met haar, met die broeken. Maar toen kon ik er geen gelegenheid voor hebben. En toen moest het laten zien. En toen zat er allemaal poep in de broek. En toen werd die poep werd zo in de gezicht gesmeerd. Na de hand was het allemaal vuil in de gezicht. Zat allemaal strammen en striemen van, in de gezicht van de poep wat ze had. We hadden dus houten tafels met houten banken ervoor. En dan moest je knielend, moest je dat broekje zo voorzichtig mogelijk, zonder dat ze iets van het lichaam te zien kregen, moest je dat uittrekken. En dan moest je weer proberen opnieuw een schoon broekje aan te trekken. En dan moest je dat broekje, moest je averechts bij die non af gaan geven. En dat werd dan nagekeken en mocht daar wat in zitten, dan kreeg je daar een heftige slag mee om je oren. Dat vond ik wel het minderwaardigste wat me eigenlijk overkwam als kind zijnde. Ja, dat je 12 douchecellen. En je moest daar voor die douchecellen, moest je daar gaan staan. En moest je je naakt uitkleden. En dan moest je, ja, het spijt me, ik moet het eenmaal vertellen zoals het geweest is. Moest je je onderbroek laten zien. En niemand kan mij wijsmaken na een week dat die broek schoon is. En hoe vuiler die broek was, werd er zo tussenuit gepikt. S'avonds weer in een koud bad weer gedouwd. En nou ja, ik kan natuurlijk niet het aantal keren tellen dat ze je met je hoofd onder water deden. In een koud bad, tot je zowat stikte. En wat ik hier vertel is de volle waarheid. Had je, weet je, omhoog getrokken, stonden ze met een koude slang zo over je lichaam heen. Nou, er is niks gemeener als een warm lichaam met een koude slang over je lichaam heen. Ja?
Dat zijn nou bijvoorbeeld de straffen die ze bijvoorbeeld toepasten. Je werd gewoon compleet weerloos gemaakt. Ik zal je een voorbeeld geven. We gingen naar bed, geloof 5 uur. Je praatte wat met je vriendje en dergelijke dingen meer. En op een gegeven ogenblik, toen het stil was, toen stoof er een broeder uit de cel. En jij uitkleden en dan wat. En ik had het nog alleen niet door wat er allemaal ging gebeuren. Maar mijn god zeg, je werd uitgedeeld. Je lijkt wel een slingeraap. Je werd zo in een bad met water gestopt. En dat was niet enkel zomaar voor zwemmen of zo. Nee, dat was gewoon maar om je schrik van je leven in te brengen. Het was kopje onder. Kopje onder. Weer. En zelfs tot 3 maal, 4 maal toe. Nou, dat je haar stikte. Nou, ik heb de grootste schrik van mijn leven gehad. Met die soort methodes die ze gewoon gebracht. En dan waren er ook nog andere methoden. Er waren ook lichte straffen. Herinner ik me nog. Als je nou een lichte straf had, dat was dat je bijvoorbeeld niet te vlug iets deed wat hun zeiden, dan ging je met je kont in een wasbak. Zoiets geks. Dat was dan een lichte straf. Maar ik was een bedplasser, dus ik deed het iedere dag in mijn bed. En ik was iedere dag keek een koud bad. En als ik dan in het koude bad zat, werd mijn hoofd nog onder het water gehouden. Plus dat ik als ik uit bad kwam, moest ik mijn natte goed weer aantrekken. En dan moest ik de hele dag erin lopen. Dat was soms, wel haast iedere dag soms. Af en toe dat ik het wel eens niet deed, maar meestal wel. Een andere methode op hetzelfde vlak is geweest dat je iemand die zijn bed deed, nou ja, die moest de hele dag volplassen totdat je goed volgeplast was. En als dat gebeurd was, en dan moest hij ook weer de speelplaats rondlopen, nietwaar? En dat werd op zijn hoofd gezet en dan liep die broeder daar omheen. Bleef in het midden staan, jij moest in de kring eromheen lopen. Maar, en dan liep die broeder net zo lang, nu uitspreken, tot de urine over je hoofd heen viel. En nou, dan zaten ze tegen. Dat was gewoon een sadistische methode die ze toepaste, nietwaar? Wat kan er iemand er nou aan doen als hij in zijn bed past? Dat vraag ik me wel. Ijskoud, hè? Zo koud mogelijk. En of het nou zomer was, of dat het nou winter was, dat maakte het niks uit. Als je in je bed geplaatst, als je stroomstof nat was, moest je erin. En dat werden dan door grotere jongens gedaan, hè? Moest je dan helpen. Nou, die waren net zo sadistisch, dat heb je normaal, dat is altijd zo. Helpen, de broeder helpen. Want als je dat niet deed, dan ging je er zelf in. Moest ik ook doen. Ik moest ook een jongen die in zijn bed geplast had, die kleiner was dan ik, de honden douwen. Want in elke afdeling, je hebt er 4 afdelingen. In elke afdeling had je zo'n, nou zo groot als dit is. Er stond dan een bad in en dan, met een gat liep het dan weg. Maar dat bleef steeds gevuld omdat er een straal op stond. Dus het bleef steeds koud. En daar douwde ze helemaal koppen, jongen. Helemaal. En die afdrogen was er niet bij, gelijk je bed in. Nat, je was toch al nat? Gaat er mee. Dat gebeurde ook. Mij ook wel 100 keer misschien. Ik probeerde altijd achteraan te komen, ik was altijd voor gaan zwommen, maar ik zong wel eens vals. Ik kreeg gelijk een stomp in mijn maag. Nou, ik kon geen adem meer halen. Erg hoor, ja, het is heus gebeurd. Ik ben voorzanger geweest en als ik een foutje maakte met zingen, dan kreeg ik een stomp in mijn maag van die broeder. Dat was heel erg. Dan had je even geen adem meer en dan moest je weer verder. En deed weer fout, kreeg je weer een stomp in je maag. Nou, dat is tot uiteindelijk zo ver was nadat je het goed kon. En dan hebben we gezongen met de kerstmis in de nachtmissen. Daar was iedereen stil van als wij aan het zingen waren. Reeds in het eerste kwartaal van deze eeuw was het onder de Haagse burgerij bekend dat de opvoeding in het Rooms-Katholieke gesticht Groenestein niet bepaald zachtzinnig ter hand werd genomen. Als kinderen ondeugend waren, dreigden de ouders vaak met pas op,
Ik breng je naar Groenestein. Een zekere D.J. Broekhuizen was een der eersten die openlijk de strijd aanbond met de regenten van Groenestein. Er verschenen een aantal brochures en boekjes van zijn hand, waarin de zijns inziens kwalijke praktijken aan de kaak werden gesteld. De bestuurders van Groenestein noemden de aantijgingen zuiver lastig. Als het in de kerk bijvoorbeeld ook gebeurde, je zit natuurlijk te bidden, en wij zaten natuurlijk in rijen en er zat opzij zat er een broeder. Ja, en je was natuurlijk maar jong en moest het rozoetje bidden en het gebeurde wel eens te spelen met een rozoetje. Nou, en dat gebeurde natuurlijk heel dikwijls dat je broeder zo aan het einde van die tafel, wijze van spreken, je probeerde weer tot bidden te brengen. Nou, als je een klein kind bent, dat besef je niet wat bidden is natuurlijk, 6, 7 jaar. Nou ja, en dat gebeurde een paar keer zo en dan was het nadat de kerk afgelopen was, want we zeiden altijd kerk, want de kapel was zo groot. Nou ja, en dan was het, kom maar even mee, weer op die houten planken, met je blote knieën, op de grond, handen in de hoogte, rozoetje bidden. Nou, er zijn 50 wezengoedjes en 10 onze vaders. En die moest je nestlang bidden. Totdat het op was, dat kan ik maar zeggen, niet waar. Maar dan zat die broeder, die zat ernaast met een stokje. En zo gauw, als je die handen maar weer schapte, is het, wop, weer ging dan boven. Nou, ik heb menig keer die rozoetje huilend gebeden. Huilend, eerlijk waar. Je moest op straf staan. Ze lieten je uren op je knieën zitten met je handen omhoog. Ja, en niet ging dat en ging maar niet zo. En dan zo zitten en dan kreeg je loop dat je weer naar voren vloog. Ja. En weer terug voor een Mariabeeldje. Nou, je krijgt er een sik van. Ik bedoel, en dan op die leeftijd van 5, 6, 7 jaar. Nou, dat was gewoon godschrijend. Nou, dus ik bedoel, er waren patrouilles bij. We werden zo verschrikkelijk bang. Je dorst niks. Dat was gelijk over. Je was zo verschrikkelijk schuw geworden. Nou, als een wezel. Je was gelijk volkomen was je afgebluft. Lang stilstaan, handen omhoog. Op je knieën zitten, handen omhoog. En als je dan zakt, en dat was niet dat de moeder zit, die stond dan voor je. Ik klets in je gezicht. Het is me gebeurd. Toen was ik bijna 12 jaar. En dat was mijn broeder Maternus. En ik had ook straf gekregen voor wat ik helemaal niet gedaan had. En mijn handen die zakten naar beneden. En ik kreeg met een pers in mijn gezicht. En ik werd zo woest en zo kwaad. En ik was hang. En ik beet hem eerlijk waar zo'n stuk van zijn duim af. Dat ze hebben me zeker wekenlang genoemd kannibaal. Stop. Een vierde boekje van D.J. Broekhuizen, getiteld Misdadig Rooms-Nederland in woord, beeld en cijfer, krijgt bekendheid en waard opzien. Ook in dit werkje neemt de auteur geen blad voor de mond. Bezeten valt hij de Rooms-Katholieke opvoedingsgestichten in het algemeen en Groenestein in het bijzonder aan. Pagina's lang vermeldt hij bijzonderheden en voorvallen plaatsgevonden binnen de muren van het gesticht. Tot in de details weet hij de straffen, met naam en toenaam van de betrokkenen, te vermelden. De buitenwereld begint te vermoeden dat het geen loze aantijgingen zijn. Broekhuizen heeft inmiddels zoveel getuigenverklaringen van ex-pupillen en ouders weten te verzamelen, dat hij een proces aandurft. De tegenpartij verdedigt zich echter furieus en het wordt een slepende zaak. Broekhuizen besluit in zijn boekje Het Groenestein hoofdstuk met het volgende vers. Op de Loosduinse weg staat, o wat een pech, een reuzenmooi groot gebouw. Daarin heerst veel leed, waar niemand wat van weet. Wat niemand zelfs denken zou, de broeders daar zo zijn van het slechtst allo. Groenestein, verschrikkelijk oord, waar geen jongen in thuis behoort. Daar verkwijnen zij bij dag en bij nacht de stumperts die er zijn ingebracht. Ellende en groot verdriet, iets anders bestaat voor die jongens niet. Ik hoop dat daar een eind aan komt, dat daar eens het leed verstomt. Maar eens komt er een dag dat ik eruit mag. Mijn 21ste jaar is nabij, maar verpest is mijn jeugd. De Algemene Rooms-Katholieke Propagandaclub gaf als reactie op de Broekhuizenboekjes zelf een boekje uit. In dit werkje worden de Rooms-Katholieke instituten verheerlijkt. Over Groenestein vermeldt het boekje, wij zagen die kinderen met ogen waaruit geluk en tevredenheid spatten. En zeg dan dat het systeem niet deugt. En de resultaten? Heerlijk. En verder over Groenestein?
Achter deze muren worden ook katholieke jongens en meisjes opgevoed. Maar de vriendelijkheid van buiten verraadt veel intens geluk en jonge blijheid daarbinnen. Maar kom, laten we naar binnen gaan en zien wat liefde, orde en tucht vermogen. We hadden een heel groot trappenhuis en er was een trap, een overloop en nog een trap dan naar boven. En die overloop die noemden wij het slagveld, omdat je daar altijd geslagen werd. We zijn er zelfs meerdere malen met een hondenzweep geslagen en dan riepen we allemaal bij elkaar bukken. En dan bukten we, dus degene die klap kreeg, die had pech en diegene die niks kreeg, die had mazzel natuurlijk. Ook hebben ze daar eens een keer een meisje vreselijk geslagen met een kapstokje. En dat meisje was een volhouder, die riep maar, ik voel toch niks, ik voel toch niks. En ze huilde niet. En dan waren die nonnen nog kwaaier en die bleef slaan tot het kapstokje brak. Toen gooide je ook wel eens de trap af dat je een been brak en dat je naar het ziekenhuis toe moest. Maar er werd nooit gezegd, mochten we nooit zeggen wie dat gedaan had en hoe dat gedaan was. Er werd altijd, het meisje was van de trap gevallen. Oh, die deed het altijd zo dat er geen andere kinderen bij waren. Hè? Dus je moest naar boven toe, slaapkamer, alles in die celletjes en zo. Nou, het was gelijk kleunen geblazen en niet zo'n kinder, want hij blijft doorslaan. Dus met het gevolg niet meer. Mijn bloed kwam uit mijn neus en uit mijn mond en spugen en al. Nou, ik gaf van niet, wat zelden had ik dood willen zijn. Ja, ik kwam die broeder er langs, die zegt die vlek op tafel, die zegt, oh, kom jij zo hier. En dan ben je met je oren uit die bank getrokken, we zaten banken. Nou, welke hand is het geweest? Nou, die hand zou maar zeggen. Nou, oké, stokslagen. Maar dat werd er van tevoren gezegd, kijk, als je hand terugtrekt, krijg je er 5 bij. Nou ja. 30 of misschien meer, ik heb ze niet geteld. En dat was niet één keer, maar dat zijn meerdere malen is dat gebeurd. Want ik kon mijn catechismus niet en toen moest ik blijven van die non. En toen moest ik mijn broek naar beneden doen. En toen heb ik zo vreselijke slagen gehad op mijn billen, dat de striemen die stonden. Nou, in een gesticht heb je natuurlijk altijd honger. En het gebeurde daar ook dat de broeders, als je dan s'avonds in je bed lag, met brood en een stapel brood binnenkwamen en dan, als je dan zo achterover lag, legden ze een boterhammetje neer, zo. En als je sliep, dan bleven ze liggen, maar als je ogen opendeed, dan haalde de broeder met een ruk die boterham weer weg. We hadden van die ouderwetse kussenslopers met van die bandjes eraan, 6 bandjes, en dan trokken we er wel eens eentje af. En dan pakten we zo'n pluk haar en dan maakten we zo'n krulletje erin. En dan deed je die nonnen s'nachts, vlak boven knippen ze het zo af en dan lezen ze netjes naast je kussen neer. Dan liep je al die tijd verschut. We werden gewassen, 2 broeders. 1, want niet zo hardhandig, maar die andere, meedogenloos hard. Dus wij glipten met een groep allemaal naar die broeder toe. Nee, zei die broeder, kom jij maar mee. Jij moet bij mij. Nou, en daar had ik niet veel trekking, dat begrijp je wel. Want ik weet maar al te goed, die vent die was zo meedogenloos en dan werd je gewassen en gelijk in bad gekwapt, want dat ging allemaal niet lief. En dan had hij een nagelborstel, je weet wat een nagelborstel is, hè? Nou ja, en dat was zo, is dat die hoogste boenen, nou, vuur en vuur rood naam dan. Dat was geen dat haast zijn bloed eruit kwam. Oh, maar gek die vent. En toen zeiden wij altijd, nou, ik weet niet wat voor een vent dat is, maar dat was zeker negentjes blank schuren wat die deed. Want en toen hoorden we naderhand dat hij in de Congo gewerkt had. Dus, die vent die was zo verschrikkelijk sadistisch, zoals die met die kinderen tekeer ging. Dat was gewoon helemaal tergend. En nou ja, en de merendeels van de kinderen, die hadden allemaal schrik aan die vent. Eten kregen en er waren ook meisjes natuurlijk die het niet lusten. Het was meestal groen, we wisten zelf niet wat we aten. En als er echt niet iemand het niet lustte, dan werd het bord in de kast gezet. En dan kregen ze het de volgende dag weer, maar dat werd soms wel eens 4-5 dagen. En als ze het dan echt niet wou opeten, werd ze op een tafel vastgebonden, de neus dichtgeknepen en dan werd het er toch zo ingedouwd. Totdat ze het op had. Of ze nou ziek ervan werd.
En als je erover gegeven had, dan was het natuurlijk vies. Dan haalden ze het eraf en dan deden ze een paar aardappeltjes bij. Maar je kreeg steeds hetzelfde eten. En ze weet waar zijn mond dicht, je mocht niet praten onder het eten. En dan kwam het eruit en dan werd je beetgepakt, neus dichtgeknepen. Werd er gewoon wat je overgegeven had weer naar binnen gedouwd. Ja, dat zijn dingen wat je toch wel bijblijft hoor. Dat vind ik heel naar. Het zware bruine brood niet. En daar stopten ze dan stiekem in de zak en het gooiden ze in de wc. Tot een broeder dat zag, op de knieën gedouwd en opeten en ziek worden natuurlijk. Hè. Dat zit er natuurlijk dik in, als je dat opeet. Veel tegensprak. Nou ja, dat was helemaal geen punt. En dan is een grote kast. Dan moest je de hele middag weer opgesloten. En denk maar niet als je bij wijze van spreken dus je behoefte moest doen, want het komt natuurlijk voor als je de hele middag erin zit. Dat je dus kan zeggen, nou ja, ik loop er maar even uit. Je kon er gewoon niet uit. Dat was het gevolg ervan. Ja, je deed je behoefte natuurlijk in die kast. Nou, de gevolgen waren dus niet te overzien, de straffen die ze gaven. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. 3 dagen, misschien waren het er wel 4, in een donker cachot. Helemaal hartstikke donker. Ik denk dat het waren 4 betonnen muren. Er was niks, je kreeg geen eten, je kreeg geen drinken. Je ontlasting deed je maar gewoon in je broek, want je kon het niet anders kwijt. We hadden ze ook die methode om je in de klerenkast te stoppen de hele middag. Gek waren ze. En dat deed je in je broek en al die dingen, en dan kreeg je weer straf. Er was ook een hele grote liftkoker, die was van de grond tot aan het dak. En dan boven het dak hadden we een strafhok met tralies, zo uit elkaar ongeveer. En dan werd je dan ingezet als je iets gedaan had. Bijvoorbeeld als je iets niet wou doen, geen sokken stoppen of wat. Of als je geen zin had. Je hebt wel eens ook geen zin. En dan werd je in het strafhok gedouwd en dan kreeg je dan natuurlijk wel die rommel te doen. En er stond in een plank, die kwam uit de muur. Gewoon een vaste plank, die kwam zo uit de muur met een strooizak erop. En er stond ook een vast tafeltje met een stoel en een emmer waar je dan je behoeften op kon doen. Meer was er niet in. Meer was er niet in. En daar hebben ze ook eens een keer een meisje in gedaan en die moest er een hele week in zitten. En dat meisje werd zo angstig gedoen, die is er eigenlijk tussen die tralies doorgevrongen, zo langs de pijp van de luchtkoker. Al die bedden stonden daar en daar in die hoek was de badkamer. Dat was iets mysterieus, want er waren dan 2 nonnen die de kinderen gingen wassen. Enfin, je kon binnen, je kleren werden uitgedaan, maar daar kreeg je een hele grote katoenen schort voor. Van achter een sluiting met knoopjes. En hoe dan ook, die schort werd natuurlijk helemaal nat. Dus de zuster begon met je gezicht te wassen, je armen te boenen, want het was een mouwloos schortje. Je armen te boenen, je nagels, alsof je als kind zijn hele vuile nagels had. Nagels te boenen. En dan kwam het kardinale punt, het lichaam. Dat moest bewast worden. Weet je hoe ze dat deden? Zit jij in het bad, ze schort voor een non hiernaast, op de knieën. Onder de schort door werd het lichaam bewast. En dan moest je duiken met het schort in het bad om het af te laten spoelen. En zo werden wij gewassen, want we mochten niet eens kijken naar ons eigen lichaam. Nou, ik was zeker een jaar of 14 dat ik nog niet wist een verschil tussen een jongen en een meisje. Ik dacht dat het in de kleding zat, dat een meisje een rok aan had en een jongen een broek. Toen ik 12 jaar was, kon ik het verschil nog niet tussen een vrouw en een man. En omdat ik zo hoog kon zingen, dacht ik dat ik een meisje was. Ja, ook zoiets vreselijks. Goed, ik was weggelopen, ik was weer teruggebracht. Maar dan de terugkomen. Ik werd in de hoek van de zaal gezet. Alleen met eten mocht ik even omkeren. Wat eten. Verder weer met gezicht naar de muur. Want ik was een slecht meisje. Ik was weggelopen. Ik was in de buitenwereld geweest. Dus ik was onrein. Terwijl er, want er was 2-3 dagen dat ik weg geweest was, totaal niets gepasseerd was met me.
Als we naar bed gingen, dan moesten wij altijd onze handen vouwen en onder ons hoofd leggen, zo. Zo moesten we slapen, want wij mochten onze handen nergens anders gebruiken. En als we, dan werd gewoon gecontroleerd waar wij onze handen hadden. En 's morgens werden wij gewekt door een non en die riep dan keihard in de zaal. Geloof ze Jezus Christus, en dan moesten wij allemaal erachteraan roepen. In alle eeuwigheid, amen. Er verandert veel in de wereld en in Nederland. De Tweede Wereldoorlog breekt uit en vindt zijn eind. Vooral in de jaren na de oorlog worden door de deskundigen bepaalde opvoedingssystemen en methoden opnieuw kritisch bezien en op de helling gezet. Echter niet, of nauwelijks, in het gesticht Groenestein. Pas diep in de jaren 50 rekent men af met de oude gestichtsmentaliteit door de invoering van een nieuw systeem waardoor de kinderen in kleine groepjes worden opgevoed. Naar voorbeeld van het gezinspatroon. Ook de gestichtskleding, voor zover al niet afgezworen, verdwijnt definitief. Wat even voor de eeuwwisseling op de Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid te Amsterdam werd bepleit, gezinsopvoeding ook voor wezen, een idee dat door de Rooms-Katholieke regenten met afschuw van de hand werd gedaan, werd pas bijna 60 jaar later, onder de druk van de nieuwe tijd, werkelijkheid. Tot dan verandert er bitter weinig en lijkt het of de klok ettelijke tientallen jaren heeft stilgestaan. Getuigen de relatief recente herinneringen van deze ex-pupillen. Ik had op de slaapzaal gepraat en daar kreeg ik natuurlijk weer straf voor. Toen moest ik met die zuster naar beneden en werk ik in een grote kuip gedouwd, vol met koud water, aangekleed en wel. En toen werd ik zo buiten gezet. En op een gegeven moment hingen de ijspegels om haar, want het vroor ontzettend hard. Hadden we van die hele slechte soep gehad, was niet te eten. En ik kon het niet wegkrijgen. Nou, moest iedereen uit de kamer naar school. Ik moest achterblijven. Heb ik die soep verdeeld over zo'n hele grote tafel. Dat was een zinken tafel. Ik denk, dan hoef ik het niet op te eten. Maar ja, dat had ze gezien. Dus toen moest ik die hele tafel schoon gaan likken. Want ik moest die soep naar binnen krijgen. Nou, dat ging je van over je nek. Als ik bijvoorbeeld een kind in haar bed geplast had, dan zei ze, er moest iedereen komen kijken, want dat was toch verschrikkelijk. Dat kind was een heel klein kind, had in haar bed geplast. En dan draaide ze dat. Deed ze eerst alle dekens weg van het kind en dan dat kind helemaal bibberend en zielig in dat bed. En dan draaide ze dat matras om en dan deed ze dat kind onder en dat natte matras zo erbovenop. Wij moesten, ik meen vrijdagavond, moesten wij met onze vuile was, moesten wij met de onderbroek zo langs de broeder lopen. En dan keek die of je onderbroek erg bevuild was. Nou, en dan, ja, god, er was er misschien wel eens een die een ongeluk had gehad of wat dan ook. Nou, die kon dan gevoeglijk met zijn onderbroek op zijn hoofd, of over zijn hoofd getrokken in de hoek staan. En dan, later, als je daar aan terugdenkt, dan denk ik, ja, hoe is het mogelijk? Dat is natuurlijk te gek eigenlijk. Maar ja, toen ik daar zat en ik ben daar van 3 jaar af ben ik daar gekomen. En ik ben eigenlijk gewoon meegegroeid met alles wat daar gebeurde. En ja, god, het was gewoon. Ik bedoel, ik keek er niet van op. Dat is heel gek, maar het is zo. Ik had in bed geplast en werd ik op de stroozak vastgebonden. En dan bovenop het bordes zo naar beneden geschopt. En het volgende bordes zo dat ik helemaal beneden was.
En dan werd je weer losgemaakt en mocht ik weer naar boven lopen. Met mijn drijfnatte kleren aan natuurlijk. En dan kreeg je een laak om. En dan moest je even aan de meisjes allemaal laten zien dat je je bed had gedaan. En dan mocht ik mij gaan kleden. Ja, ik had op een gegeven moment een vriendinnetje daar. En toen hebben we met een speld hebben we een, in elkaars vinger een druppeltje bloed tevoorschijn gehaald. En dat hebben we zo met elkaar verbonden. En dan waren we dus vriendin voor het leven. Maar ja, dat kreeg op een gegeven moment die non in de gaten. Want we deden dus alles samen en dat mocht helemaal niet. Dat werd afgekapt. En zij werd inderdaad eerst naar een andere tafel verplaatst in het dagverblijf. Toen naar een andere afdeling, een hele andere dagverblijf. Mocht elkaar niet meer zien, mocht niet meer praten met elkaar. Mocht geen vriendin meer zijn. Ja, dat was als je in de kerk gepraat had. Of je keek even schuin naar de jongens. Want aan de andere kant waren de jongens. En dan zat ze achter je of ze kwam in de rij. En dan kneep ze zo je velletje om. Maar als je dan nog oud zei, dan sloeg ze je nog je beret van je hoofd. En die moest je dan halen. En dan keek iedereen je aan. Nou, die schaamde je natuurlijk weer, hè. En dat is meerdere malen natuurlijk gebeurd, dat velletje omdraaien. Dat deed ze regelmatig. Ook heb ik eens een keer een straf gehad. Moest ik boven, hebben ze daar een gevangeniskamertje. Met tralies ervoor en een deur met een grote grendel. En dan moest je dan 3 dagen opgesloten zitten met een grote wasmand met was om te verstellen. En na 3 dagen kwamen ze vragen of je vergiffenis wou vragen. Je kreeg water en brood elke dag wel, hoor. En dan moest je vergiffenis vragen en dan moest je de voeten kussen. En dan mocht je eruit. En dat deed je wel, want je wilde er wel uit. Want je zat helemaal alleen naar boven. Zonder daglicht. Ja, raar. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat, ja god, als je daar in bed ligt en dan lig je nog wel eens te kletsen of even gauw, want je mocht dan natuurlijk niet meer praten, want als het licht uit was, dan moest je stil zijn. Nou, dan, als je dan gesnapt werd, dan was het verkerk, daarnaast, nou, dan kon je naast je bed staan. En dan, ja, je had natuurlijk geen notie van tijd, maar het moet toch wel lang geweest zijn, want op een gegeven moment dan ga je toch sukkelen en je gaat dus leunen tegen een muur of tegen je bed aan. Nou, en dan kwam hij langs en dan kreeg je wel eens een knietje zo hier, zo in je zij, zo hier tegen je dijbeen aan. En dat is nou erg gevoelig, want je mocht niet leunen, want je moest recht staan in de hoek of naast je bed. Dat kan me nog wel herinneren, ja. Ik had weer eens wat gedaan, schijnbaar. En toen kreeg ik weer een grote straf. Ik moest 's avonds achter de deur van een kast met die non samen. Want er stond een grote pan met zout. En dan kreeg ik elke avond een hand met zout. En dat was al een poosje zo doorgegaan. En dat had een meisje gezien. En die kwam mij 's avonds in bed een washandje met water brengen om mijn mond een beetje te deppen natuurlijk. Want die was helemaal kapot van zout. Ja, dat was best een hele ervaring. Op een gegeven moment, op een nacht, ik had vreselijke buikpijn. En ik denk, ik ga naar de wc. En ik loop zo achter mijn bed langs, zo over die houten slaapzaal, naar zo'n opkamertje. 3 treetjes en daar was dan de wc. En daar ging ik dan zitten en ik had zo'n buikpijn, verschrikkelijk. Maar ja, op een gegeven moment, ik was klaar en ik ging terug naar mijn bed. En tegen de ochtend viel ik dan in slaap. En je werd dan 's morgens gewekt en dan zei die non van, geloof ze Jezus Christus, en dan moest je amen zeggen. Nou, iedereen moest dan opstaan. Maar ik was tegen de ochtend in slaap gevallen, een verschrikkelijke buikpijn had gehad. En toen hoorde, op een gegeven moment was een verschrikkelijk gegil. Een meisje die was naar de wc gegaan en die zei, oh, allemaal bloed en kijk, is wat verschrikkelijk. En nou, toen kwam die non ook kijken en die zag dat. En die kon makkelijk het spoor volgen natuurlijk, want dat was inderdaad van mij. Want ik was ongesteld geworden, maar wist ik veel. Ik wist het niet. En dat vond ze heel verschrikkelijk, die non. Ze zei, nou kom er maar uit. Dus ze trok die dekens weg en ik moest uit mijn bed. En midden op die zaal werd ik daar eigenlijk zo'n beetje te kijk gezet. Van kijk, is al een vies kind en wat ze allemaal gedaan heeft. En je ging dus iedere ochtend naar de kerk. Hè? Maar in die tijd, ik moest het dus zelf schoonmaken. Ik mocht me niet eerst wassen of wat dan ook. Ik moest het eerst helemaal schoonmaken. En die wc en alles. En dan mocht ik naar de kerk. Maar dat haalde ik dus niet. Hè? Dus ik moest de helft schoonmaken, mezelf wassen. En je voelde je eng en naar. En dan moest je naar de kerk. Ontbijt was er dan niet bij. Dat kreeg je dan of later of helemaal. Dat kan ik me dus niet herinneren. Maar zulke dingen waar gebeurde gewoon. Nou, dan ging je dat weer verder schoonmaken. Maar je stond er wel te kijken.
Ik heb toch wel problemen gehad toen ik eruit was. Dan ga je eigenlijk pas, dan word je zelfstandig. Het is eigenlijk toen ik getrouwd was, is het eigenlijk helemaal tot me doorgedrongen dat je denkt er eens aan terug, je hoort er eens over praten weer. En dan denk je bij jezelf, ja, hoe is het mogelijk eigenlijk? Hoe kan dat soort dingen eigenlijk gebeurd zijn? Je ervaarde het toen als normaal. Maar nu, als je daaraan terugdenkt, dan denk je, ja, ik veronderstel dat ik het zo bij mijn kinderen zou doen. Dat zou toch te gek zijn? Dat kan gewoon niet. In 1971, het gebouw heeft slechts ruim een mensenleeftijd gestaan, ongeveer 90 jaar, is het economisch onbewoonbaar geworden. Een slopersbedrijf zet definitief een punt achter de geschiedenis van het gesticht Groenestein aan de Loosduinseweg in Den Haag. De tijd heeft weer een document voltooid. Als ik dus naar een vriendin ga en ik zit in de bus, altijd, ik word er naartoe getrokken naar die plek, kijk ik en dan huil ik van binnen. Want dan denk ik aan de jaren terug die je daar eigenlijk doorgebracht hebt en de leed die je daar gehad hebt. En het is heel gek, maar dan komt heel die jeugd weer terug en al dat verdriet en ellende. En dan ben ik gewoon die hele middag, ben ik gewoon uit mijn doen. Ja, ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar pijn. Heel, heel diep in me. En ook afkeer tegen de nonnen, tegen de maatschappij. Dat krijg je ervan. Want dan ga je denken bij jezelf, waarvoor is mij dat overkomen? En niet een ander. Want je hebt ook heel vaak dat je door zoiets, door die gevoelens die ik dan krijg als ik langs de bus ga, dat ik de mensen ga haten. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik kan niet wel zeggen, ik heb er jarenlang een syndroom van overgehouden. Als ik er even maar aan terug moet denken, van, nou ja, dan komen de emoties weer naar boven. 'S Nachts zie ik vaak die beelden voor me in dat weespakje en in dat stijve schort voor en alles. En dat je nooit geen liefde nog niks kreeg. Want ik heb zelf nu 5 kinderen, maar die hebben veel meer liefde gehad dan ik vroeger ooit aan een gram heb gehad.